Het is om precies te zijn nadat Mie zich verslapen heeft. Bijna half vier. Het is bijna half vier, 3:21 dacht ik. En wij gaan dus zometeen weer de reis maken richting Duitsland, jongens. Kun je het zien op beeld? 3:23, jongens. 3:23, jongens. En jullie weten allemaal voor de diehards, we zijn gisteren natuurlijk live gegaan. Dus het is laat geworden. Dus we hebben denk ik 2 uurtjes slaap gehad of zo. En alsnog gaan we nu de reis maken richting Duitsland, jongens. De Duitse supermarkten. Allereerst gaan we naar de Lidl. Want dat is natuurlijk de beste winkel, vinden wij zelf, in Duitsland. Doe even alvast een like omhoog, jongens. 5000 likes zou ziek zijn. En het ontschoot me bijna dat we geen aanstekers bij ons hadden. Waar het niet dat er net op de valreep een pakketje van yourpyro.nl was binnengekomen. Deze onder andere, die hadden we nog niet. Moet ik kijken. Ik weet niet of ik dat goed in die auto kan doen tijdens de livestream, jongens. Kijk hoe hoog deze komt. Dus wij zijn weer goed voorzien, jongens. Mochten jullie nou ook zo'n aansteker willen, dan is dit de allerlaatste kans om er ook één te bestellen via yourpyro.nl met de kortingscode PYROTEAMDELFT. We gaan nu weer de reis maken, jongens. Film maar even rechtdoor. Cameraman. We zijn 1,5 uur onderweg en dan komen we inderdaad aan om 4:05, man. Zag je dat net? Ja, echt bizar. 4:05 komen we nog aan. Zal die 6 uur volgens mij open gaan pas? 6 uur gaat die inderdaad open, man. Bij de vestiging waar wij heen gaan. Laat even allemaal in de comments achter, jongens, of jullie ook naar Duitsland zijn geweest of nog gaan. We zijn op dit moment op de snelweg. Let op, werkzaamheden. Let op, werkzaamheden. Ja, en als je even naar de weg filmt, zal je ook zien dat er geen ene alligator op de weg rijdt. De weersvoorspelling is helaas verslechterd. Als we even naar Delft gaan en naar neerslag, dan zien jullie dat er een kleine neerslagpiek is. Zien jullie dat goed op beeld? Even een kleine stop bij het tankstation. We zitten op dit moment precies op de grens bij Duitsland. Laten we maar snel de auto ingaan. Het is nog eventjes rijden namelijk. Een half uurtje of zo volgens mij. En dan komen we aan. We zijn op dit moment dus in Duitsland. En we komen over 23 minuten aan. Bij de vestiging waar wij naartoe willen gaan. We zijn op dit moment wel een kwartiertje eerder dan vorig jaar, man. Ja, ziek hè. Uurtje wachten. Ja, dus een uur wachten inderdaad. Want hij gaat om 6 uur open. Het is maar te hopen dat het niet al te druk is. Al wil ik wel, want ik weet ieder jaar als deze video online komt, komen er weer mensen die zeggen, ja, waarom ga je niet verder Duitsland in? Veel rustiger en zo. Dat klopt zeker. Maar ik wil juist een klein beetje drukte voor jullie om de sfeer te laten zien. Het moet natuurlijk niet te druk zijn, dus ook voor ons kut. Ja jongens, over 1 minuut, oftewel 1,2 kilometer, komen we aan bij de Lidl. Bij deze vestiging in Duitsland. Twee dingen die goed lijken, althans 3 zelfs. Het is heel rustig. Het is heel rustig op de weg hier. We weten niet of er natuurlijk een flinke rij staat. Maar wij staan gewoon achter in de rij, dat is het dan gewoon. Ja. Iedereen is er al. Ja, dat. Het is droog, dat was het vorig jaar ook niet. En we komen nu op dit moment een kwartier of 20 minuten eerder aan dan vorig jaar. Dus ik hoop dat dat vruchten afwerpt. Zo, maar dat is vervelend hè. Vorig jaar was het ook echt nog kouder. Stonden we echt in die kou en in die regen. Ja. Dat formulier dat... Dat werd nat. Werd nat inderdaad, het was koud. Drukker dan vorig jaar, man. Holy moly. Tering. Hoe kan dat, gek? Ja, niet zo'n beetje ook. Wojo. Ja, het is flink drukker dan vorig jaar, man. Plande campagne. We zagen dus inderdaad een mannetje of 40 staan. Nou is dat niet heel druk. Maar we moeten nog een uur wachten in die rij daar zo. Dus de cameraman zei al van laten we even naar de volgende locatie gaan rijden. En wat we dus nu gaan doen is dat we even gaan kijken hoe die rij hier is. En dan gaan we de aardappels inslaan. Ja, we beoordelen gewoon even de rij hier. En als het hier ook kut is, want jullie hebben het net als het goed is mee kunnen zien. Zijn het ook mensen? Ja, dat zijn mensen. Het is ook druk. Maat, meen je dit nou? Ja, man. Nou ja, dan pakken we de volgende, toch? Yes, jongens, we staan bij deze Lidl. Moet je kijken hoe weinig mensen hier zijn. Hé, hey, beter, hè? Dat is perfect, jongen. Alleen gaat hij wel om 7 uur open. Ik zie bijna alleen maar Duitsers. Maar goed, hij gaat wel pas over 3 kwartier open. Eigenlijk boeit het ons niet. We zijn hier eigenlijk, ook al gaat hij later open, we zijn eerder binnen dan bij die ander. Ja. En we hebben alles, want hier ga je mij niet vertellen dat ze dadelijk kunnen zeggen, ja, die hebben we niet, die hebben we niet, die hebben we niet. Ja, jongens, mensen rennen als een gek, omdat het hier 100% in de schappen ligt. Moet je eens kijken, rennen. Rennen, rennen. Nu gaat het winkelen.
Wat een chaos hier, jongens. Jongen, jongen. Maar waar ligt er zo weinig eigenlijk? Ja, dat zeg ik toch net tegen jou. Kijk, hier staat dus iedereen. Kijk hier, graaien maar. Je moet echt brutaal zijn om je vuurwerk te kunnen scoren hier zo. En wij kunnen er niet eens uit. Achter mij zien jullie de chaos. Vorig jaar hebben we kunnen zien dat het slecht geregeld was. Maar moet ik zeggen dat het hier nog slechter geregeld is. Je moet echt brutaal zijn. Er stonden maar 15 mensen voor ons. Ja, het is dat we gelukkig nog wel aardig wat hebben nu. Precies, we hebben in ieder geval de Black Ice. Goldfinger, heel blij mee. Zullen we deze gewoon aan die gasten geven? Jullie hebben allemaal de top 10 video kunnen zien. Daar hadden we niet de Goldfinger behandeld. Maar de Goldfinger hebben we dus wel degelijk 2 keer. Volgens iedereen de beste cake. Ik vind de Daredevil het beste. En ook die hebben wij. En wat we ook hebben, kijk deze dan. Dit is de Bloody Mary, hè? Maar goed, we gaan even afrekenen en snel naar de Aldi. Maar dit is echt heel veel geluk hebben, man. Wat een gekeken. Wat is die eigenlijk met golden? Waar is het voor je? Daar? Ja, dat is prospect. Bijna een blok dit. Mooi. Ja. Die zijn... Jij betaalt toch? Een dikke blok. Waar zitten we nu op dan? Kan je dat zien? Ja. 200 euro. Serieus? Nou, zijn wij eigenlijk al klaar, man? Grote blokken, man. Ja, die grote zijn inderdaad wat duurder. 205 meter. Maar dit was dus 235 euro, deze hele kar. Nou jongens, dit is dus de Aldi. Minder populair, alleen ik heb wel het gevoel dat dit een beetje hetzelfde verhaal gaat zijn, man. Ja, ik hoop dat het hier iets beter is. Het is echt zo dat ik fucking blij ben met alles wat we nu hebben in kunnen slaan. Want als ik in de DM's kijk van Instagram, heel veel mensen hebben gewoon niks kunnen scoren. Ja, dit is wat er nu staat, jongens. Meeste is al weg. Eruption heb je daar nog, die kleine... Doe maar, man. Parsifal, ja, dat slaat echt nergens op. De Roadie, toch? Ook is de Roadie, die was vorig jaar nieuw. Dat is een hele mooie. Oh ja, de Parsifal heb je ook nog. Midnight Hunter. Maar het is overal echt gekkenhuis, jongens. Het meeste wat we wilden hebben van de Aldi hebben we nu ook binnen. Laat eens zien. Heavy Metal. Roadie. Oh ja, heb je toch die Dragonfire trouwens? Wat hebben we nog meer? De Artis, 10 shots. Blow-out. Was de Poison, jongens. Poison hebben we ook. In plaats van een kartonnetje doen we even bescheiden. Bescheiden, inderdaad. Poison, 16 shots. Maar we hebben ook de Artis, om ze te vergelijken. En ik ben zeer tevreden over wat we hebben kunnen scoren gezien de drukte en chaos. Maar ja, waar waren we hier eigenlijk naar op zoek? De Roadie, die vorig jaar nieuw was. De Eternity, nou trouwens die niet heel erg, maar die zagen we. Wat zag je nou nog net? De Heavy Metal Reload. Ja, die is heel mooi volgens mij. Ja man, en de Artis hebben we ook om te testen. Gewoon 3 stuks. De Poison hebben we. We zijn een beetje bescheiden qua kleine keten. Uiteindelijk heel veel moeten graaien en brutaal moeten zijn. Want dat moet gewoon als je naar dit soort vestigingen gaat. Maar we hebben dan wel wat kunnen scoren. Laat even alvast in de reacties achter jongens. Wat jullie allemaal hebben kunnen scoren. En hoe druk het bij jullie was. Want... wij zitten nu echt letterlijk een uur over de grens, toch? Zoiets. We zijn op dit moment bij een Kauflandvestiging. Beter hebben ze hier nog vuurwerk. Want bij die andere Kaufland zijn we nog niet geweest. Dus we gaan nu naar een vestiging waar we nog nooit zijn geweest. Het is inmiddels wel weer licht aan het worden. Wat positief is natuurlijk. Video is al voor de helft geëdit die jullie nu hebben gezien. Of die jullie nu aan het kijken zijn. Maar we zijn weer een ervaringrijke man in Duitsland. Eerlijk? Nou jongens, de Kaufland. Helaas geen Bloody Mary meer volgens mij. Ik vond het hier een beetje tegenvallen, heel eerlijk gezegd. Altijd. Kijken, schappen. Ik heb alles een beetje gecheckt. De Fright Night. Ook hier ligt het dus gewoon in de schappen. Ja, de Fiesta is trouwens wel te doen, maar goed, 28 euro. Laat maar liggen, joh. Ja, man. 25 shots, man. Ik weet niet, man. Shellkitje. Van Comet. Hoe heet die?
gaan we even opzoeken. Dit is dus de Kaufland, jongens, waar we eigenlijk altijd kwamen voor de Bloody Mary. En die hebben ze dus niet meer, helaas. Goed, even kijken of we hier überhaupt wat gaan halen, hoor, want... kijk, is ook wel interessant deze. De Bandit, 5 euro. Mooi cakey. Categorie 1 vuurwerk, maar dat hadden we al gezien. We staan nu in de rij bij de kassa. Andere mensen halen nu stokbroden en kruidenboter voor oud en nieuw. Wij hebben 2 cakeys gescoord. Van die geel potjes. Die zijn leuk, man. Inderdaad. Die zijn leuk voor tussendoor. Precies, 15 euro per stuk. En eigenlijk missen we die wel bij de Aldi en de Lidl. Ja, die hadden ze eerst wel, volgens mij. Maar tegenwoordig kan je deze bijna niet meer vinden. Ja, jongens, we staan op de parkeerplaats van de Kaufland. We hebben dus even die geel potjes nog gehaald. We gaan nu dus de reis maken naar huis toe. Dus als jullie deze video zien, dan liggen we waarschijnlijk te slapen. We gaan namelijk vandaag ook nog naar de Nederlandse winkels. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Laat even in de video achter wat jullie allemaal gescoord hebben en of het bij jullie druk was. Ben ik heel erg benieuwd naar. Laat ook even achter of jullie ook al je Nederlandse bestellingen hebben opgehaald. En dan, ja man, het was wel weer een gekke trip, hè, vandaag. Het was wel heel, heel vroeg, weinig slaap. Thanks voor het kijken naar deze video. Vergeet niet die like omhoog te doen, jongens. Steun ons even massaal voor deze video. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe video. Later.